Goedemiddag kijkers en luisteraars. Welkom bij RTV Borne, Borne in beeld. Met Jaap Besteman en ondergetekende Jan Stoop. En we beginnen met als programma 1 met Saskia Pigge van de gemeente Borne. En gelet op haar uitrusting wordt dat een heel sportief verhaal. Saskia, welkom. Dank u wel. Doen, staat er in mijn aantekeningen. Doen. Met kapitale letters. Ja. Wat moeten ze doen? Doen, bewegen. Bewegen. Bewegen, ja. Vooral gaan. Ja. Als je even niet meer weet wat ik zou kunnen doen, dan is dit even een kennismaking met verschillende sportieve activiteiten. Waar je laagdrempelig aan mee kan doen. Van hier tot aan de zomer. Van nu, het is al begonnen. Sommige mensen doen al mee. Tot aan de zomervakantie kun je de mogelijkheid om mee te doen aan een activiteit gratis. Ja. 1 tot misschien bij sommige verenigingen zelfs al 3 keer. En welke doelgroep heb je dan op het oog? Een heel brede doelgroep. Eigenlijk volwassen, senioren, mensen die heel fit zijn, maar mensen die wat minder mobiel zijn. Dat kan van alles zijn. Er staan ontzettend veel activiteiten in. Hm. Ik zeg, kijk rustig wat er allemaal is. En er is voor iedereen wel iets. Ja, ja. Maar ja. Overkoepelend heten jullie Borne? Borne Sport. Sport. Ja. Zeker, ja. Ja. Borne Sport valt onder de gemeente Borne. Is dat nou duidelijk een initiatief ook vanuit de gemeente? Of heeft de gemeente jullie omarmd, om het zo maar eens te zeggen? Ja, wij stimuleren het bewegen van alle mensen in Borne. En ja. Van jong tot oud. Ja. En daarbij wordt Borne Sport daartoe bedeeld van. Jullie doen een gedeelte sport. Vooral dat wat wij een programma hebben waar wij voor staan als Borne Sport. Ja. Dat dienen wij in van dit willen we gaan bereiken. En dat wordt door het college zeggen van prima, dat gaan we doen. En dan gaat het naar de gemeente toe en de gemeente zegt, of jullie vragen, dan kunnen we daar wat mee. En ik mag het uitvoeren. Oh, kijk eens aan. In je eentje? Ja, dit programma heb ik in mijn eentje opgezet. Maar ik heb natuurlijk heel veel hulp van allerlei verenigingen, sportaanbieders waar wij al mee samenwerken. En zo is het programma eigenlijk tot stand gekomen. Ja. Maar hoe bereik je dan vooral die ouderen of die doelgroep die je echt op het oog hebt van kom sporten, want dat is goed voor jullie. Maar hoe bereik je die dan? Ja, vooral persberichtjes. Oh, toch? Persberichtjes. Ja, en, Facebook, Instagram. En al dan niet dat de ouderen dat zelf al wel steeds meer gaan lezen. Dus, dan misschien ook wel kinderen ervan. Dus, misschien is het dus wij moeten nu even reclame maken voor deze groep. Ja, dat mag. Ja. Gemeentehuizen en bij het Sociaal Huis liggen ook boekjes die je kan ophalen van deze. En daar staan activiteiten in. Ja. Dus dan, maar als er nu iemand enthousiast begint te worden, naar aanleiding van ons gesprek, waar moet hij dan naartoe? Mag je mij mailen? Mag hij jou mailen? Ja. Oké. Okay. Maar, yes. Maar hij zit bijvoorbeeld al bij een gymclubje. Geen probleem. Geen probleem. Dan kan hij even goed extra. Je hebt natuurlijk ook soms dat je of misschien je vermogen wat achteruit gaat. Of je wilt juist wat meer. Mm-hmm. Dat je denkt van, misschien past een andere activiteit wat beter op dit moment bij mij. Dat kan. Mm-hmm. En om dat toch ook eens een keer uit te zoeken, is natuurlijk een aantal keren meedoen. Mm-hmm. En het zijn ook bestaande lessen, allemaal wat er nu wordt aangeboden. Oh, dus dan zou je daarna zo kunnen aanschuiven. Dus je bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, er is een gymclubje elke donderdagmorgen. Maar ja, daar doen ze heel veel aan het spel. En als ouderen denk je, dat spel dat moet ik niet meer doen. Dan zou je ergens anders wat anders kunnen even zeker meemaken om te kijken of dat iets voor je is. Precies dat, ja. Ja? Ja. Is er een leeftijdsgrens? Nee. Het is hoe je jezelf voelt. Ja, de ene is 70 en nog super vitaal en de andere is 40 en niet zo mobiel. Dat kan. En dat is voor iedereen is er wel iets. Ja. Van pittige powerwalken tot wat rustige jeu de boule, waar je een bal op raapt en mooi moet gooien. Ja, ja, ja. En goed, vooral heel veel techniek in het gooien, maar dat is wat rustiger. Ja. En dan krijg jij een mail en jij deelt iemand dan in of geeft een suggestie, ga woensdag, vrijdagmiddag daar naartoe of ga daar naartoe en dan word je... Ja, als mensen advies willen hebben, dan kan natuurlijk altijd ook van wat is geschikt voor mij. Ja.
Dan kunnen we daarin helpen adviseren. Hmm. En anders, ja, wanneer zou u willen? En ja, dan speel ik dat door naar desbetreffende aanbieder. Ah, ja. En dat is ook helemaal gratis dan? Tot ja, het eind ja, van... Nou, één of twee of drie keer, afhankelijk van welke activiteit. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld ook de duo-fiets erin zitten, hè, wat ook steeds meer wordt gebruikt. Ja, ja. Prachtig mooi initiatief. Iets, ja, prachtig, zeker. Heel geweldig mooi waar je voor een paar centen... Er zijn er al drie, hè? Of niet? Twee? Ja, van fietsmaatjes zijn er al drie. Ja, ja, want, dat klopt. Ja. Ja, er is al een derde in omloop, dus dat, dat loopt supergoed. Ja. En het is hartstikke mooi om te doen. Lekker fietsen met iemand. Er wordt druk gebruik van en je gemaakt. Zit naast heb elkaar. Ik het idee. Ja, dat is geweldig. Ja. Dat is echt, je bent lekker buiten en je krijgt wel beweging, door je toch ook zelf mee kunt trappen. Mm. Ja, dat is voor mensen die zelf niet kunnen fietsen, geweldig. Ja. Ik vind in mijn aantekeningen en de opmerking, ook voor u, voor een sportiviteit die bij u past. Ja. Meten jullie dat op de een of andere manier? Hoe komen jullie of? Nou, ik vind het wel leuk om achteraf nog wel eens te horen van de mensen van wat vond u ervan? Of van de vereniging, dat ik wel hoor van, is die erbij gebleven? Of vond hij het wel of niet interessant? Dat vind ik wel mooi om mee te krijgen en daar mee te nemen in. Nou ja, hoe een vereniging is. En dat is ook weer voor ons, om als Borne Sport, dat je een beetje weet wat leeft er in de vereniging en wat is er. Heb je nou een idee... waar je nou de meeste mensen tot nu toe de vraag was en waar ze naartoe gingen? Nou, Jeu de Boel komt eigenlijk elke keer, elke keer aan bod. Ja, ja. Ja, en het water vinden ze af en toe de mensen toch ook wel. De aqua vitaal vinden ze vaak ook wel leuk. Mm-hmm. Wat nieuwer inderdaad, het powerwalken, wat wel wat steeds meer komt. Yoga. Ja. Yoga zit ook, verschillende yoga soorten, ook op de stoel yoga. En wandelclubjes. Wandelen zitten bij. Ja, ja, want... dat er dan s'avonds ineens kom je zo'n groep tegen die daar met z'n allen aan het wandelen zijn. Ja, ja. En, dat is leuk dan samen te doen, hè? Dat is het ook. Samen doen is vaak ook leuker. Ja. En gezamenlijk eventueel naar het sporten ook nog een kopje koffie drinken. Ja. Het ontmoeten, dat is belangrijk. Ja. Ja. Jullie maken een programma en dat heet heel simpel programma Doen. En dan zoeken jullie uit welk programma past, maar dat programma duurt van 21 mei, lees ik in mijn aantekeningen, tot en met 21 juli. Is het al afgelopen? Nou, wij bieden dit aan, ook dat de verenigingen rekening kunnen houden van, er kunnen mensen bij inkomen. Aha. Dat is tot aan de zomervakantie. Ja, dan begint de zomervakantie en mensen die het gewoon leuk vinden, interessant vinden, kunnen daarna gewoon aanschuiven dus en lid worden. Ja, het is dus eigenlijk een opmerking van, jongens, dit zijn wij, dat willen we doen met jullie eventueel. En wil je meedoen, kom tussen 21 mei en 21 juli. Okay. Kijk eens rond wat er allemaal wel niet is in Borne. Ja. En nog veel meer. Maar de boodschap is ook wel van, het gaat erom om gezond te blijven. Fit, vitaal, ja. En geef jullie daar ook adviezen in, omdat je het, mensen tegenkomt van, ik zou meer daar en daarin doen of gezondheids... adviezen? Ja, er zijn ook wel verschillende programma's. Valpreventie is er ook wel. Mm-hmm. We hebben ook een kuierdeur waar we mensen ook proberen te laten wandelen, steeds iets verder. Mm. Er zijn verschillende, waarin wij mensen adviseren, zeker. Ja. Ja, want hoe langer mensen op die manier gezond blijven, des te minder... ziekte te kosten of weet ik wat. Vooral, is er dan. Mensen uit de zorg proberen te houden. Hè? Zolang je zelf gezond en fit blijft. Mm-hmm. En niet in zorg hoeft. Ja, zijn ook minder zorgkosten. Mm. Ja, en mensen wat blijer, denk ik. Wordt er dan ook samengewerkt met fysio, met fysiotherapeuten of zo? Zeker. Ja, zeker. Ja, intensief door mijn collega. Ja? Ja, zeker. Oh, dat is wel heel, goed natuurlijk. Ja. Vooral de valpreventie ook. Wat ook om die preventie inhoud te geven. Ja. Zeker. Ja, goed. Is er in Dijkhuis zijn daar specifieke programma's waar mensen eigenlijk zo naartoe zouden kunnen? Of is het... Dat weet ik niet. Een programma in het Dijkhuis, dat is eigenlijk is eigen programma. Eigen programma. Ja. Ja. Nee, dat weet ik zo niet. Heb je een idee? Ben je enthousiast? Nu hoe lang ben je hier nu mee bezig? Vanaf
bedoel, februari, maart denk ik dat ja, ik al begin en, van maar, verenigingen willen jullie hebben. Heb je een idee dat het loopt, dat het een beetje aanslaat? Of dat er... Ja, voor elk mens, voor elk persoon die eigenlijk hierdoor toch weer iets anders kiest waarvan diegene blij wordt, dat is alweer mooi meegenomen. Ja. Maar er kunnen natuurlijk altijd nog veel meer. Ja. Ja, vooral de mensen graag die erbij zijn, die zouden reclame moeten maken van ik zit nou op iets leuks, dat is zo geweldig. Ja. Ja. Jan? Ja. 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 Heb je je al aangemeld? Nee, dat zou ik aan jou vragen. Ja, ik meld me aan. Prima. Nee, maar dat is natuurlijk de bedoeling, dat er ook dat keer gewoon... Probeer eens wat uit. Ja. Misschien een keer wat anders. Ja. Wat leuk is. Hè? En wat leuk is, dat blijkt ook dat mensen het langer blijven gaan doen. Ja, maar het is ook, dan komen ze een kring mensen tegen en dan blijven ze daarin, vinden ze het toch goed om te blijven doen. Buiten het huis, mensen ontmoeten. En tot en met, dan gaat het misschien iets kosten. Want het kan natuurlijk zijn dat mensen zeggen, ja, maar als ik echt op zo'n club ga zitten, dan ben ik 14 gulden in de maand kwijt, of euro's in de maand kwijt. Ja. Doet de gemeente daar ook iets aan? Jazeker, dan hebben we ook nog het sociaal fonds. Ja? Voor mensen die het echt niet kunnen betalen, die kunnen aankloppen bij de gemeente. Er zitten wel wat regeltjes aan, dus even uitzoeken wat. Ja. Om dan toch gebruik te kunnen maken van het sociaal fonds. Prachtig. Ja. Ja, heel goed. Ja. Ja. Maar ja, het is moeilijk voor mensen om dat toe te geven of die drempel over te gaan. En dat zou eigenlijk wat makkelijker moeten, ja, dat is zo. Ja, maar het zou wel jammer zijn als mensen daarom dus niet kunnen sporten. Ja, dus dat willen wij. Dat die drempel wordt daarmee denk ik wel weggenomen. Ja. Ja. Goed. Hoop ik. Nou ja, misschien dat wij wel een bijdrage leveren nu door met jou te praten op dit moment. Ik hoop het. Ja. Ja. Ik zie ook het woord dansen. Aha. Wil je met mij dansen? Ja, ik wil wel met jou dansen. Maar dat zit er ook in. Ja, dat zit er ook in. Ah. Total dance workout, ja. Ah, ja. En power walk. Ja. Wat is dat toch? Actief wandelen. Actief. Stevig doorwandelen en tussendoor ook nog even wat oefeningen doen. Ja. En dat dansen, dat is... Op muziek, ik denk, dat is wel best pittig. Ja, ja. Lekker doorstappen, lekker dansen, mooie muziek erbij. Ja, ja, ja. En dat maakt het gezellig, maakt mensen weer vrolijk. Ja, ja. Een uurtje lekker zweten. En wanneer is dat? Weet je niet. Ik weet het hele programma niet uit niet mijn hoofd. Nee, maar er zijn ook heel veel die ook, zoals bij Borne beweegt, zijn... is bijna elke dag wel een moment waar iemand naartoe kan. En dan kun je dus zelf kiezen welk moment. Ja. Dus ja, er zijn zoveel momenten. Achterin dit boekje staan inderdaad ook op welke dag welke activiteit is. Een beetje een kalender. Dus als je denkt van nou, ik heb op donderdagmiddag wil ik graag wat doen. Dan kan je bekijken. Oh, dan is dat, dat en dat. Ah, ja. En je kunt ook zeggen van ik ga maandag eens dit proberen. En ik ga dinsdag eens dit doen. Je kunt er een leuk programma voor jezelf van maken. Zeker weten. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes met je programma. Goed ik hoop dat veel mensen er gebruik van gaan maken. Ja. Okay. Ja, zou mooi zijn. Goed. En ik wil dan een keer met jou de jive dansen. Kijk, geweldig. Ja. Is lang geleden hoor, mijn dansles. Nou, voor mij nog langer geleden. Vast. Helemaal goed. Dank je voor het gesprek. Ook bedankt. Saskia. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op borneinbeeld.nl.